Goedemorgen. We zijn al klaar met de Jan. We gaan nu die auto terugbrengen. Eerst tanken. En dan gaan we naar Lagos. Met de... Ik weet nog niet hoe we daarheen gaan. Bus of Uber of zo. En... We kunnen ook heen met de bus toch? Ja. Sounds like a plan. In Lagos. En het is echt very pretty here. Dus we gaan lekker de hele dag zitten en heel mooi worden. Het is inmiddels 5:30 en het is echt heerlijk. Met de zon gaat nu een beetje achter de rots. De berg. En we gaan straks lekker uit eten hier in Lagos. Helemaal top. Zij ervan. Niks. Ik ging dansen. Tent klaarmaken en we gaan zo eten voor het laatst. Toch? Zij heeft dit aan. Ga je hem nog terugbrengen hier? Ja. Zie hoe scare ze is. Ze speelt alsof ze één fancy meid is, maar ze is gewoon scare. Kijk daar. Ja, ik ga hem gewoon terugbrengen. Ik ga het één keer aan. Doe gewoon dit kaart. Auw, dat was zo leuk. Moet ik ook zeggen wat ik aan heb? Ik heb een broekje van de Zara en een topje ook van de Zara. En ik heb nog mijn stippetjes aan. Huh? Welke olie? Castorolie. Die is in de strandtas. Ja, heb je toch laatst ook gedaan? Oh. Ik weet niet. Ik zou gewoon zo laten. Ja. Ja. Het ziet er gewoon glanzend uit. Wie dan was dat? Jullie mannen zijn een mixed. Oh, kijk. Het is zon. Hm? Het is zon. Goede oude. Dan moet je ons zien. Daar. Nee. Ik zat even hier wat je bedoelt. Ja. Nee.
Zie je mijn hoek hier dan? Wil je highlighten? Wil je? Het is echt zo niks voor mij. Nee? Nee. Wat voor mij dan? Nee. Ver met die. Gelukkig. Jij bent echt vaak in mijn vlog, hè? Nee, maar ik bedoel, als ik zo de omgeving... Is dit change of plans dan? We gaan dus niet meer in Lagos eten, maar gewoon in Portimao. Dan is er altijd een restaurant uitgezocht. En toen dus we gingen daarheen. En toen zijn we bij de verkeerde gaan zitten. Echt dom, ja. En, maar ze hadden al... Ze hebben dan gewoon dezelfde dingen. Ja, ze hebben wel een beetje hetzelfde eten. Maar ze hadden het ook al helemaal opgedekt en zo. Dus ik kon hem nog even weggaan. Ja. Dus we gaan hier eten. We zitten aan het water. We waren dus bij dat restaurant. En ik had garnalen besteld. Dus hij kwam echt zo terug met... Even met jou, hoe groot die was. Eén zo'n grote garnaal. Terwijl ik gewoon van die kleintjes wilde. Dus ik vroeg de kleine al. En bij haar was... Ik liep eigenlijk. Hij kwam met de grote garnaal, maar ik ben klein. Wauw. Oké. Okay. En ze had zo'n mix met sardientjes, garnalen en zeep. He? En nog iets. En eentje daarvan hadden ze dus niet. Ook al niet. Dus nou, toen kwam hij dus terug. Toen zei hij dus dat hij wel die kleine garnalen had. Maar dat was echt 30 euro. Dus we moesten ook vragen om onze drinken of die nog kwam. Ja, het drinken duurde heel lang. Het brood duurde ook heel lang. Dus toen zeiden we dat we ergens anders gingen eten. En nu zijn we bij dat goede restaurant wat ze had uitgezocht. En hier is Sturz. Echt 300 ja. Hoe heet het hier? Financio. Financio. Ja, en we hebben ons drinken. Zij kon niet wachten. Klaar eten. Heerlijk. Ik ben er thuis. Ja, in het appartement. Maar alle bars en restaurants gaan hier om 11 uur zeg maar afronden. En om 12 uur moeten ze dicht door corona. Coronavirus. Dus ja, je kan hier niet echt. Lang blijven zitten. En we zochten dus ook een supermarkt of avondwinkel. Maar dat is ook niet echt open meer na 11 uur. Dus dat is wel ja, een nadeel door corona. Maar we hebben dus nu twee koeien cocktails. Dat is nog best lekker ook. En, we gaan zo inpakken. En morgen laatste dagje... Helaas. Goedemorgen. Het is alweer de volgende dag. En onze laatste dag hier in Portugal. Jammer. En gisteren gingen we echt om 4:30 pas slapen. We waren gewoon aan het kamer aan het chillen en inpakken en zo. En vanochtend stonden we om 8:30 al weer op. Het was wel vroeg en we hebben net uitgecheckt, want we kunnen alleen maar om 11 uur uitchecken en onze vlucht is pas vanavond. Maar we gaan nu naar zo'n beachclub, strandtent. We gaan daar even de hele dag chillen op en dan tot 3 ongeveer. Het is nu 10 uur, dus het is nog wel even lekker. Dus daar gaan we nu heen. Tá certo, tá certo.
bij Nosolo Aqua Beach Club. Ja. Dus bij Nosolo Aqua in Portimão. Dus ja, we gaan genieten. Hè? Het is tijd om naar huis te gaan. Het is 2:30. Ik ga naar huis. Het is wel echt weer. Even de laatste dag weer lekker afgesloten. Stop. Go away home. Ja. Even Let it go in home. Ja, dus wij gaan naar het hotel omkleden en dan naar de airport. And we're going home. Echt raar, je ziet mijn mond gewoon niet bewegen. Ja. Hey, wacht, dan komen jullie er wel in. We hebben echt alleen maar genoten eigenlijk. Er was geen moment dat we dat niet doen. We hebben geen ruzie gehad. Maar dat is wel... Wij maken het niet. Nee. Best iets van life. Gewoon een baan. Klef gedoe. Ja. Lijken wel die koppels te Ja, echt hè. Ja. We hebben ook een BFF tank opgenomen. Kijken. Oh ja, die zouden we doen. Ik ben niet te doen. Ja, niet toch wel. Waar kunnen we elkaar van? Cool. Jij ging pennen naar uitleggen. Ja, toen kwam in de tweede, eerste schooldag. En zij zat voor mij, of achter mij. En we moesten iets invullen en ik had geen pen. En toen zei ik... Ja. En dat is waar het al startte. Ja. En nu zijn we 8 jaar verder of zo. Wauw. Hoe hou ik het zo met jou uit? Is het 8 jaar? Tweede, derde, vierde. Jezus, hoe? Vierde, vijfde. Dit jaar. 8 jaar, ja. Bijna, ja, acht na de zomerreis. En dan gebeurt het, dan kun je meegenomen. Naar het volgende. Waar irriteer je aan bij mij? Waar erg je aan? Ja. Dat jij... Als jij een hap neemt van je chips, dat je mond nog open is. Zeg maar, zit zo... En dan ja, alleen bij die balletjes chips. Daar moet ze dat gewoon doen. Dan moet je gewoon hap. Dat is ook. En jouw erg niet? Ik heb even wat ik op Het is niet per se irritatie, maar dat je gewoon alles ruim op tijd wil doen en zo. Ik speel toch wel mee? Ik kan je echt niet heel erg gaan.
Maar elke keer waren we wel net op tijd. Of nee, nee, zelf. Het is niet zo dat we ook ergens heel goed aan zaten. Nee, oké. Maar ik heb gewoon op vakantie dat ik gewoon geen zin heb op de haast of zo. Nee, en natuurlijk wil ik ook wel de deur uit. Of op tijd de deur uit. De avond, dames en heren, hartelijk wel gehoord. Het feest van zaterdag lucht met bestemming Eindhoven. Dat een beetje. Nu je handbagage, inclusief grote elektronische accessoires op de deur. En langs binnen. Favoriete kleur. From this moment on, select all electronic devices with the antenna to flight mode. Electronic devices select flight mode. Favoriet eten. Portugees, alles. Moeten we dat niet van elkaar bannen worden? Oh ja. Wat mijn lievelings eet. Even denken hoor. Echt, dit is het toch? Ja. Wat is mijn lievelings eten? Sushi. Ja. Welk deel van het lichaam is mijn favoriet? Mijn favoriet? Ja. Clipjes worden. Clipjes. Nee. Mijn buik. Ja? Zo. Ja. Ja. Kan er één niet meer in. Als er, is dat zo? Wat is mijn ergste hobby? Hobby, muizen. Ja. En mijn spinnen. Ja. Nee. Is wat jullie hebben gezien, maar we zijn weer in Nederland. Daar moet ik echt niet blij mee zijn. Ja, we zijn veilig aangekomen. Ik was gisteravond om 2:00 s'nachts zo pas thuis, omdat we dus via Eindhoven vlogen. Dus het was nog wel even een stukje naar huis rijden met de trein. Maar we zijn er weer en we hebben genoten. Het was echt heerlijk. Echt een aanrader. Vooral nu met deze corona. Is het gewoon zo rustig eigenlijk om op vakantie te gaan. En ook met vliegen. Je hebt geen lange wachtrijen. Je hoeft niet... kan zo doorlopen overal. Dus dat is echt top eigenlijk. En met... verder hoef je alleen mondkapje te dragen. Ja, dat is niet heel belemmerend, zeg maar. Dus ik kan het iedereen aanraden om op vakantie te gaan nu met deze tijd. Vooral als je nu in het begin nog gaat, dan is het echt nog rustig. Ik denk dat het nu al steeds drukker gaat worden. Maar ik heb genoten. En ik hoop dat jullie de vlogs leuk vonden. Als jullie nog vragen hebben of iets willen weten, dan kun je me een berichtje sturen. En dan ga ik bij deze dus de vlog afsluiten. Ik weet niet wat mijn volgende reis wordt of vakantie. Ik wil in augustus wel nog met vriendinnen weg. Misschien naar Griekenland of zo. Maar dat hebben we nog niet geboekt en gepland. Dus dat weet ik nog niet. Dus voor nu. Doei! En tot de volgende vlog.